Hey, leuk dat je kijkt. Welkom bij deze zesde video in de videoserie Bijbelstudie die ik geef over de 2 Korinthebrief. En vandaag zijn we aangekomen bij hoofdstuk 6 en mijn boodschap van vandaag is houd vol. We gaan lezen in vers 4. Daar zegt Paulus, we willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn door altijd te volharden. Door altijd vol te houden. Dat is een kenmerk van een dienaar van God, zegt Paulus. Het woord volharden. Nou, Paulus schreef dit in het Grieks. En het Griekse woord hiervoor volharden is hypomone. Hypo betekent onder en mone betekent blijven. Dus wat staat hier? Onderblijven. Onder onderdrukking, onder omstandigheden. Jij kunt daaronder blijven functioneren. Jij kunt daaronder blijven staan. Jij kunt daaronder blijven volharden. In de Strong's Concordantie staat ook dat het betekent standvastigheid. Je blijft vast staan. Het kan ook betekenen uithoudingsvermogen. Het kan ook betekenen geduldig zijn. Of standvastig wachten. Nou, Paulus die noemt zich hier een dienaar van God. En een dienaar die leeft niet voor zichzelf, die leeft voor degene die hij dient. En Paulus die leeft niet voor zichzelf, maar hij leeft om God te dienen. Hij is een dienaar van God en hij heeft een missie gekregen van God. Een levensmissie om het evangelie te brengen op plaatsen waar nog nooit het evangelie gebracht is. Bij de heidense volken. Zelfs tot in Europa. Dat was het plan wat God had met zijn leven. En hier laat hij zien door God te dienen in dat plan, dat hij kan blijven staan. Dat hij kan blijven volharden. Dan zegt hij, dan gaat het vers verder. Blijven volharden in tegenspoed, in nood en ellende. Nou, dit zijn algemene termen die hij gebruikte. Dit zijn termen die wij allemaal ook kennen. Ook als je een dienaar van God bent, ook als je een kind van God bent, dan zullen we te maken hebben met seizoenen in ons leven van tegenspoed. We zullen te maken hebben met momenten van nood, van momenten van ellende. En dat kan voor ieder wat anders zijn. En voor de een is dat meer zichtbaar naar de buitenwereld toe dan voor de ander. Ja, de een is, struggelt met lichamelijke ziekte, dat is aan de buitenkant te zien. En de ander die struggelt met psychische ziekte, wat je niet aan de buitenkant ziet. Maar we kennen allemaal dus tegenspoed, nood en ellende. Nou, en zeker afgelopen jaar en dit jaar, waarin de wereld in een crisis zit en we in een pandemie zitten, weet wat het is als er momenten zijn van tegenspoed, nood en ellende. En ook ons als kinderen van God blijft ons dat niet bespaard. En we hoeven maar de Bijbel te lezen en het leven van Paulus te lezen. En dan zie je dat het geweldig mooie leven wat Paulus mocht leven en de vrucht wat hij mocht dragen en het verschil wat hij mocht maken, dat het gepaard ging met tegenspoed, nood en ellende. Het bleef hem niet bespaard. Maar Paulus besluit vervolgens wat concreter te zijn. Wat was voor hem dan die nood, tegenspoed en ellende? En dan gaat hij verder in vers 5. Dan zegt hij, onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger. Nou, dat is nogal wat. Ik heb misschien wel eens een nachtje dat ik even wat moeilijker slaap. Maar echt structureel slaapgebrek heb ik niet gekend. Honger ken ik niet. Zware inspanningen, ja, ik heb wel eens zware dag of een zware week. Maar voortdurend onder zware inspanning staan ken ik ook niet. Onder volkswoede. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dat hele menigte tegen me uitlopen. Gevangen. Nog nooit gezeten. Lijfstraffen. Nou ja, die tik op mijn billen van mijn ouders daarop na. Maar ik ben nooit lichamelijk gestraft of gegezeld. Weet je, dat zijn allemaal dingen die Paulus meemaakte. Niet omdat hij verkeerde dingen deed. Omdat hij slechte dingen deed. Dat hij crimineel was. Maar gewoon omdat hij God diende. Omdat hij zijn wil deed en het evangelie bracht.
Dat levert hem lijfstraf op. Dat levert hem gevangenschap op. Dat levert hem volkswoede op. Dat levert hem continu zware inspanning op. Slaapgebrek en honger, wat een indrukwekkend lijstje. Dat was zijn nood, zijn tegenspoed en zijn ellende. Nou, over 5 weken dan behandel ik hoofdstuk 11, maar ik kan het toch niet laten om alvast eventjes naar hoofdstuk 11 te gaan. Omdat hij daar nog concreter wordt over zijn tegenspoed, nood en ellende. En als je dat leest, dan ja, ik word toch wel even stil daarvan. Waar hij allemaal onder heeft moeten blijven staan. 2 Korinthe 11 vers 24, dan zegt Paulus, door de Joden ben ik 5 maal met 40 min 1 zweepslagen gestraft. Wauw, 40 min 1. Het schijnt dat als je de 40 krijgt, dan leg je het loodje. Maar min 1 was net genoeg om je niet te doen sterven. 5 keer is hem dat overkomen. Ik wil niet weten hoe zijn rug eruit gezien heeft. Moment dat het einde van zijn leven gekomen was. Dan zegt hij, ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld. En heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar, in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd, zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog even buiten beschouwing. De druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeente. Man, als ik dit lees, dan denk ik, hoe in de wereld heeft Paulus kunnen volhouden? Hoe heeft hij hieronder kunnen blijven staan en is hij niet bezweken? Ik denk dat ik misschien al lang opgegeven had. Ik heb gezegd van, ja God, als dit uw dienen is, dan laat maar zitten. Ik bedoel, 1 keer scheepbreuk, oké. Maar 3 keer? U bent toch met mij, ik doe toch uw wil. En waarom gaat dan voor de 3de keer weer een schip ten onder? Waarom, Heer? Weet je, en Paulus die koos ervoor om geen waarom vragen te stellen, om niet boos te worden op God, maar het te dragen, eronder te blijven. Geduldig, standvastig, met uithoudingsvermogen. Hoe bleef hij staan? De andere betekenis van volharden, standvastigheid. Nou, als je standvastig bent, ook even fysiek gezien, als je stevig staat, dan sta je met je beide benen stevig op de grond. Ja, dan sta je het meest stabiel. Nou, en vervolgens, als we verder lezen, dan gaat Paulus verder met een opsomming. En hij noemt steeds een aantal zaken, maar die noemt hij samen, alsof die bij elkaar horen. En. 2 benen waarop je blijft staan. En wat ik eruit haal is dat hij gewoon de sleutel geeft waarom hij die 2 sterke geestelijke benen heeft, waardoor hij dit kan blijven dragen. Nou, wat zijn die zaken die Paulus dan opnoemt? Laten we het even lezen met elkaar. We zijn in vers 6 aangekomen. Dan zegt hij, door oprechtheid en kennis. Ik lees trouwens uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Door oprechtheid en kennis. Het zijn 2 benen, 2 zaken waar hij door standvastig is. Doordat hij kennis heeft. Kennis van het woord van God. Zo ontzettend belangrijk dat we niet door ons gevoel leven, maar door het woord van God, dat we staan op het woord van God. Dat is de waarheid. De vijand zal komen met leugens, maar de waarheid maakt ons vrij. Het is belangrijk. De Bijbel zegt, het volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Ja, we moeten onze Bijbel kennen. Toen Jezus werd aangevallen in de woestijn, waar wederstond hij de duivel mee? Met het woord van God, met kennis. Maar tegelijkertijd zegt hij met oprechtheid. Weet je, we kunnen alle kennis van de wereld hebben, maar die kennis kan ons ook opgeblazen maken. Die kennis kan ons anderen doen veroordelen, ons beter doen voelen dan anderen, ons hoogmoedig doen maken. Maar het is kennis en oprechtheid, eerlijkheid, integriteit. Ja, dat zijn 2 benen waarop Paulus staat en waardoor hij kan blijven volharden.
Tweede combinatie die hij dan geeft is door geduld en vriendelijkheid. Die horen bij elkaar, geduld en vriendelijkheid. Zeker als je heel lang onder een bepaalde last staat, dan is geduld ontzettend belangrijk. Het kunnen verdragen. Door geduldig te zijn, kun je vriendelijk blijven. En je kunt heel lang vriendelijk blijven, ook als anderen jou onvriendelijk behandelen. Alleen als je geduld hebt. De ander kan verdragen. Dat is ook een vrucht van de geest. Geduld. Een vrucht van de geest. En als je zegt, nou ja, ik heb niet genoeg geduld. Nou, dan mag je God vragen om je in situaties te brengen waarin je geduld kan leren. God gebruikt situaties die moeilijk zijn om ons geduld te leren. Paulus zegt, uw vriendelijkheid zijn bij alle mensen bekend. Kunnen we alleen vriendelijk zijn als mensen ons vriendelijk behandelen? Of kunnen we door de liefde van God zelfs in staat zijn vriendelijk te blijven, ook als mensen je onvriendelijk behandelen? Vriendelijkheid en geduld maakt dat je blijft staan als het moeilijk wordt. De volgende combinatie die hij in één adem noemt is, dan zegt hij, door de gave van de Heilige Geest en ongeveinsde liefde. Ha, ik dank God dat we de Heilige Geest hebben. Komende zondag vieren we Pinksteren. God stortte zijn Heilige Geest uit en daardoor kunnen we een getuige zijn. De Heilige Geest geeft ons de kracht om Jezus te volgen. En de Heilige Geest geeft ons de kracht om ook lijden te doorstaan. Om dingen te dragen, om een bovennatuurlijke kracht te hebben om te blijven staan. Om onder die last te kunnen blijven staan en niet te bezwijken. Dat is door de kracht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft ons gaven gegeven. Gaven om de wereld tot zegen te zijn. En Paulus die schreef daarover in 1 Korinthe 12. En hij wandelde in de gaven van de Heilige Geest. En we mogen ons er allemaal naar blijven uitstrekken. Als we bezig zijn als dienaar van God. Bezig zijn met die missie. Dat kunnen we niet uit onze eigen kracht. Dat kunnen we alleen maar door de Heilige Geest. Maar als je alleen maar focust op die gaven. En de krachten en de dingen die God door je heen kan doen. Dan zegt Paulus ook, een hoofdstuk verder in 1 Korinthe 13. Al had ik alle gaven, maar ik had de liefde niet, de liefde van God. Het betekende niets. En dan zegt hij hier nog het woord ongeveinsd voor. Ongeveinsd betekent dus gewoon echte liefde. Als je echt gedreven bent door echte liefde, niet gemaakte liefde. Nee, want gemaakte liefde bezwijkt als het moeilijk wordt. Maar ongeveinsde liefde is echt. Dat is de pure acapel liefde van God die ons in staat stelt om te blijven liefhebben, ook als anderen jou haten. De gaaf van de geest, ongeveinsde liefde, twee benen, waardoor we blijven staan onder verdrukking. Dan gaat hij verder in vers 7. Door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. Dat vind ik ook zo krachtig. Het is en-en. Het is en het woord van God en de kracht van de Heilige Geest. Ja? Soms kunnen we te veel het accent leggen op alleen maar de kracht en de werking van de Heilige Geest. Dat het woord van God bijna ondergeschikt wordt. En soms kunnen we zo alleen maar met het woord bezig zijn dat we zo droog worden. Dat we vergeten dat we het levende water van de Heilige Geest hebben waardoor er leven door ons heen stroomt. Woord en geest. Waarheid en kracht. En dat zie je in de hele bediening van Paulus. Overal waar hij kwam, verkondigde hij de waarheid. Maar wonderen en tekenen volgden hem. De kracht van God werkte door hem heen. En daardoor werd het eigenlijk de waarheid bevestigd. Laten we als christenen nooit zo ver komen dat we alleen maar over waarheid, de waarheid spreken, maar dat we niet de waarheid demonstreren. Laten we nooit vergeten dat God zijn kracht wil demonstreren door wonderen en tekenen. Dat we blijven bidden voor mensen, de handen opleggen en geloven dat God wonderen en tekenen wil doen in ons leven. Ook vandaag de dag nog. Twee benen, het woord en de geest. En de laatste combi die Paulus noemt is we vallen aan en we verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid. Eén been, aanvallen. Paulus deed gebied innemen. Nieuw gebied. Weet je, gebied wat nog beheerst wordt door de vijand, mogen we innemen. Mogen het beloofde land in bezit nemen. De Bijbel zegt, waar wij onze voedsel zetten, dat is van ons. Ja, dat is aanvallen. Dat is door de linies van de vijand heen gaan. Maar als we dan eenmaal daar staan op dat beloofde land, dan is dat andere been met verdedigen. Zoals een van de helden van David, Elazar.
Hij bleef staan op dat stuk grond en de Filistijnen kwamen en hij sloeg om zich heen, maar hij bleef staan en hij verdedigde zich en hij behield datgene wat hij voor God had veroverd. Aanvallen en verdedigen. Twee benen waarop wij kunnen blijven staan, ook als het moeilijk wordt. Zo kon Paulus dus blijven staan. Nou, dan gaat Paulus verder en dan noemt hij een aantal dingen op. In vers 8, dan zegt hij, we worden geëerd en we worden gesmaad. Ah, dat is dan jammer. We worden belasterd en we worden geprezen. Nou, veel mensen zijn afhankelijk van goedkeuring van mensen, van leven voor de mening van mensen. Willen door iedereen aardig gevonden worden. People pleasing. Ikzelf er ook enorm lang mee geworsteld. Maar ik wil niet langer leven voor de goedkeuring van mensen, de likes van mensen. Ik wil leven voor de goedkeuring van God. Weet je? Als je alleen maar leeft voor de goedkeuring van mensen, dan leef je dus op als je goedgekeurd wordt. Maar je gaat ten onder op het moment dat je afgewezen wordt of kritiek krijgt. Of een negatieve comment krijgt onder je sociale media post. Als mensen je negeren, dat je meteen helemaal in zak en as bent. Dat je, ben je afhankelijk van wat andere mensen over je zeggen. En dan ben je afhankelijk van hoe andere mensen zich ten opzichte van jou gedragen. Maar hier zegt Paulus dus, ik blijf staan als ik geëerd word. Nou, wie wil er nou niet geëerd worden? Ja. En dat is heel mooi als je geëerd wordt als dienaar van God. En gelukkig waren er ook mensen in Paulus' leven die hem eerden voor wat God in hem gedaan had. En zijn missie en zijn taak op aarde. Alles wat hij deed. Momenten dat je geëerd wordt. Maar als je momenten dat je geëerd wordt, is het ook belangrijk dat je met je beide benen op de grond blijft staan. En weet, alles waar ik nu voor geëerd word, dat dank ik aan God. Ik geef alle eer ook weer terug aan degene die heeft gemaakt dat ik zo gebruikt kan worden door God. En als je gesmaad wordt, blijf dan ook met je beide benen op de grond staan. Of zak je dan door de grond heen. Als je geprezen wordt, kun je dan ook God alle eer geven. En als je belasterd wordt, kun je dat dan ook dragen omwille van Jezus' naam. Paulus maakte beide mee. En ook wij als dienaren van God. We zullen beide meemaken. We zullen tijden meemaken dat we geëerd worden. Maar we zullen ook tijden meemaken dat we met smaad te maken krijgen. Dat we met lasten te maken krijgen. Blijven we er dan onder staan door de kracht van de Heilige Geest? Of bezwijken we? Nou, vervolgens laat Paulus zien wat de uitwerking is van alle verdrukkingen. En het daarin blijven staan op een standvastige wijze. En dit drukt hij uit door 7 paradoxen te noemen. En paradoxen zijn schijnbare tegenstellingen. Weet je, het lijkt zichzelf tegen te spreken en toch is het waar. En dit is precies de uitwerking van de volharding, de hypomone, dat woordje waar ik mee begon. Want ditzelfde woord hypomone wordt ook gebruikt in Hebreeën 12 vers 1. Een van mijn favoriete teksten, waarschijnlijk ken je hem ook. Daarin zegt de Hebreeën schrijver, vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En dat vastberaden is het woordje hypomone. Hypomone, de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En hoe doe je dat? Vers 2, Jan Peter had het er zondag over. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Jezus droeg dat kruis en hij bleef onder dat kruis. Hij droeg het. En hij dacht niet aan dat kruis, hij dacht niet aan de pijn, hij dacht niet aan het lijden. Hij dacht aan de vreugde die voor hem lag. Namelijk dat hij jou en mij zou redden door ons te sterven aan het kruis. En dat hij daarna verheerlijkt zou worden door zijn God, de Vader. Hypomone. De sleutel te volharden is dat je in die verdrukking die hypomone hebt. En dat is dat je uitziet naar wat God gaat uitwerken in die verdrukking. Aan de andere kant van die verdrukking. Dat je daar je focus
op is. En dat is zo'n belangrijke sleutel om te kunnen volhouden als het moeilijk gaat. Het heeft te maken met de verwachting van wat God daarna gaat doen. Dus laten ook wij onze blik niet op de last houden, op de moeilijkheden, maar op Jezus. Jezus die ons voor is gegaan, die ons het voorbeeld heeft gegeven. En God werkte iets geweldigs uit door de dood en de lijdensweg van Jezus. Favoriete uitspraak van mij heb ik van Stephen Furtick. It is what it is, but it's not what it seems. Soms lijken dingen wat het is, maar het is niet wat het lijkt. En dat is precies in deze 7 paradoxen die Paulus noemt. En de eerste, dan zegt Paulus, we worden bedriegers genoemd, maar spreken de waarheid. Ja, het lijkt misschien alsof we een dwaling brengen, dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij de Messias is. Maar de waarheid is dat we getuigen van de waarheid. De weg, de waarheid en het leven. Vers 9. We zijn vreemdelingen, maar toch bij iedereen bekend. Weer zo'n schijnbare tegenstelling. Ja, het lijkt alsof wij vreemdelingen zijn. Als we op een nieuwe plaats komen om Gods woord te brengen, een nieuw gebied in te nemen. Maar overal, over de hele wereld, zijn we bekend als die christenen. En overal waar we als vreemdelingen komen, binnen de kortste keren is de hele stad in rep en roer. En weet iedereen van de boodschap die wij brengen van Jezus Christus de Messias. We sterven, maar toch leven we. Het lijkt misschien alsof we gaan sterven door al die dingen die we meemaken. Maar wij weten pas echt wat leven is. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Ja, toch leef ik. Dit is het echte leven. Het leven voor Jezus. We worden gestraft, maar niet ter dood veroordeeld. Ja, het lijkt alsof ik dood ben, nadat ik gestenigd ben door een volkswoede. De handelingenbrief is er een moment dat hij dood de stad uitgesleept wordt omdat hij gestenigd is. En zijn leerlingen denken dat hij dood is. En op een gegeven moment ging zijn leerling om hem heen staan en toen stond hij weer op en ging hij weer terug de stad in. Hij wist, weet je, jullie kunnen me straffen, maar het is God die bepaalt wanneer mijn uur is gekomen. Leven is mijn Christus, sterven is mijn gewin. Weet je, je kunt me doden, toch zal ik eeuwig blijven leven. Vers 10, we hebben verdriet en toch zijn we altijd verheugd. Weer zo'n tegenstelling. Ja, het lijkt alsof ik verdriet heb in het lijden wat ik ondergaan. Maar de bron van vreugde, die is in mij. Die is niet afhankelijk van omstandigheden. Die is afhankelijk van de bron van vreugde, de Heilige Geest, die in mij is. En die is er altijd in elke omstandigheden. En met mijn tranen zal ik zaaien. Maar met gejuich zal ik oogsten. We bezitten niets, gaat hij verder, en toch hebben we alles. Het lijkt misschien voor de wereldse maatstaven alsof ik niks bezit. Maar weet je, ik heb het eeuwige leven. Je kunt me alles afnemen hier op aarde. Maar mijn redding, mijn eeuwige leven, kan niemand van me afnemen. Niets kan mij scheiden, zegt Paulus, Romein 8, van de liefde van Christus. Ik verzamel geen schat in de hemel. Natuurlijk wel. Ik verzamel geen schatten op aarde. Ik verzamel schatten in de hemel. De 7 paradoxen die Paulus noemt. De uitwerking van de verdrukking. En op zijn beurt zijn volharding. God werkt iets uit tegen alle logica in. Niets is wat het lijkt als je met Gods ogen kijkt. Als je met menselijke ogen kijkt naar het lijden en sterven van Jezus. Dan zie je hem 7 keer bloeden. En dan zie je hem een nederlaag lijden. Dan zie je hem als een slachtoffer naar de slachtbank gaan. Maar in feite, wat je eigenlijk ziet, is een overwinning. Die bracht vergeving. Die bracht verzoening. Die bracht reiniging. Die bracht zegen. Die bracht genezing. En die bracht nieuw leven. In wat voor omstandigheden je ook zit, blijf staan. Blijf staan door de kracht van de Heilige Geest. Vader, ik bid voor iedereen die kijkt. Iedereen die te maken heeft met tegenspoed, met nood en ellende. Misschien niet in die mate zoals Paulus die had. Maar we hebben allemaal onze tegenspoed, ellende en nood. Heer, en ik bid, Heere God, op dit moment, Heer. Geef ons die hypomone volharding. Die hypomone, Heer, die blijft uitkijken naar datgene wat daarachter ligt. Heer, dat we niet opgeven, maar volhouden.
En dat we weten, Heere. Heere, dat in al die ellende waar we niks positiefs uit kunnen halen, dat u toch iets aan het borduren bent. Heere, aan de kant van hoe u ernaar kijkt. Heere, wat een mooi resultaat zal hebben. Wat vrucht zal brengen. Heere, help ons, Vader God, om op die twee benen te blijven staan, Heere God. In alle omstandigheden. Heer, en help ons ook, Heer, om de paradoxen te zien. Heere, dat we ons niet fixeren, Heer, op wat voor ogen is, maar dat we ons oog blijven richten op Jezus en wat daarboven is en wat u uitwerkt door alle omstandigheden heen. Heere, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. En dank u wel, Heer, dat u wordt beloofd, dat als we u blijven liefhebben, dan keert u alle dingen ten goede. Heer, en daar zegen ik uw kinderen mee, Vader. En ik bid dat je bemoedigd wordt in de naam van Jezus. Ga staan en blijf onder welke verdrukking of last je ook hebt, staan door de kracht van de Heilige Geest. En daar zegen ik jou mee. Deze week in Jezus' naam. Hey, fijn dat je gekeken hebt. Ik hoop dat je volgende keer weer kijkt. Ik zie uit naar volgende week. 2 Korinthe 2. Nee, wat zeg ik nou? 2 Korinthe hoofdstuk 7. Ik zie ernaar uit. Ik vind dat ook een prachtig hoofdstuk. Ik kan niet wachten om dat met jullie te delen. Deel deze video met je vrienden. Als je bemoedigd bent, geef het even een like. Als je nog niet geabonneerd bent of ons Facebookpagina geliked hebt, doe dat ook even. En dan hoop ik jou volgende keer weer te zien. Hey, het gaat je goed. God bless you.